Ik lees de Bijbel omdat... Ik lees de Bijbel omdat... Het is een topboek. Hi allemaal, ik ben Gwyneth Pansa en ik ben make-up artist. Ik ben de oprichter van Beautiful. En bij Beautiful doen we dus onder andere make-up. Ik lees de Bijbel omdat ik het belangrijk vind om een relatie met de Heer te hebben. En dit is dus een manier hoe ik mijn relatie met de Heer onderhoud. Andere reden waarom ik de Bijbel ook lees, is omdat het dus vernieuwend is. Het zorgt voor een veranderd denken en dat vloeit dus voor in eigenlijk persoonlijke groei. En ik probeer middels make-up de beste kenmerken en features van mensen naar boven te brengen. Dus dat is een manier. Een andere manier is wanneer de klanten komen, heb ik altijd hele fijne gesprekken met mensen, met klanten. En ik probeer ze ook te bemoedigen en mijn inspiratie om te bemoedigen komt altijd vanuit het christen zijn, de Bijbel. Dat is eigenlijk hoe ik mijn christen zijn of de Bijbel zeg maar toepasselijk maak in mijn werk. Mijn favoriete Bijbeltekst is: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. Het gaat verder, maar dit gedeelte neem ik echt mee, omdat ik dus echt niet probeer te wandelen in de raad der goddelozen. Ik probeer echt, niet altijd lukt het, maar in ieder geval probeer ik echt mijn hart bij de Heer te houden. En dat is eigenlijk mijn motivatie en vandaar haal ik mijn inspiratie.